Ja, we staan hier op de wedren en het begint hier aardig vol te lopen. En ik ben hier met Anja. Helemaal, klopt, ben ik. Ja. En Anja heeft net de startkaart opgehaald. Ja, precies. De hoeveelste keer loop je mee, Anja? Ik ga voor de 11e keer. Dus voor mijn goud kroontje. Kijk, en wat is nou het geheim om 11 keer uit te lopen? Ja, ik denk, het is 1 keer over virus. Dus ik denk dat die virus bij mij ook wel een beetje toegeslagen is. En ja, het is toch weer iedere keer. Je bouwt natuurlijk door de jaren heen dat je wandelt, bouw je best veel op. Leuke contacten met al die wandelaars. En de vierdaagse is zo gezellig onder elkaar. En alles kan en zo gemoedelijk. En ja, het is echt top. Ja, want jij vertelde me ook, Anja, dat jij hier met wandelmaatjes bent. Of dat je die weer tegenkomt hier. Of hoe zit dat? Ja, nou, ik heb ook ooit een keer de Elfstedentocht gelopen. En daar zit je natuurlijk een hele week met wandelmaatjes op een boot. En heel de week loop je met elkaar mee. En dat zijn ook allemaal vierdaagse wandelaars. Dus ja, die wonen in het noorden en ik woon in het zuiden. Dus ja, die zie ik niet altijd. En daar is het ook zo bijzonder om hier hun weer te ontmoeten. Ja, dat is superleuk natuurlijk. Ja. Hey, en hoeveel heb je getraind, Anja? Ik heb 850 kilometer getraind. Wauw. Dat moet lukken. Dat moet goed gaan komen. Ja, hey Anja, wij wensen jou heel veel succes. Ja, mocht je jou nog tegenkomen deze week, dan gaan we je zeker nog even aanspreken. En het blijft hier vol lopen op de wedren en terug naar de studio. Dankjewel Bart, 850 kilometer. Veel. En we gaan vliegersvlug naar de wedren, want daar zit Bart. Bart, goedemiddag. Hele goedemiddag, we zitten hier inderdaad op de wedren. En ik zit hier naast Helma en Helma zit in een heerlijk blikje bier. Ja, nou ik ben hier nou voor de 25e keer om de Nijmeegse Vierdaagse te lopen. En Willy, mijn vriend, een latrelatie heb ik al 15 jaar met hem. En die loopt de 16e keer en de laatste tijd hebben we hem allemaal uitgelopen. Want eigenlijk liep ik de 28e keer en Willy de 17e keer. Maar om organisatorische redenen was het toen afgelast in 2006. En ik heb 2 keer diploma gelopen toen ik jong was. Oké. Okay. Hey Helma, wat is nou het grote succes dat je ieder jaar toch die Vierdaagse uitloopt al 25 jaar lang? Nou, 25 jaar moet nog blijken dat ik eruit loop. Maar ik ben er wel eentje dat ervoor gaat, hè. Want ik ga niet voor ieder pijntje dat ik zomaar de bezemwagen pak, hè. Oké, maar is er dat iedere dag een blikje bier, waardoor het wat makkelijker loopt? Of drinken we helemaal niet tijdens het lopen? Nou, ik heb hem nou toevallig dat ik er eentje drink. Maar ik drink eigenlijk bijna nooit. Want ik drink eigenlijk meer water en alcoholvrij. Maar aangezien dat hier zo duur is... Aha. Hey, en jullie hebben elkaar ook ontmoet tijdens de Vierdaagse? Nee, wij hebben elkaar ontmoet bij de Rosamars, bij het gymnasium in Nijmegen. En hoe lang zijn jullie al een setje? Want jullie zijn wel een leuk setje zo, zelfde shirt aan. Passen goed bij elkaar. Ja? 15 jaar ben ik al, dus ja. Al 15 jaar? Ja, al 15 jaar, ja. Nou... Ik hoop dat nog een dubbele vol te houden of nog een driedubbele. En ook nog 25 jaar de Vierdaagse te lopen natuurlijk. Nog een keertje, ja. Nou, dan weet ik niet of ik dat haal, want dan ben ik 85. Ah, moet lukken, Helma. Ja, nou, bij leven en welzijn, als ik gezond blijf, wil ik wel verder gaan met de Vierdaagse. Want dit is mij hier heilig, hoor. Ja, u leeft daar het hele jaar naartoe, denk ik, of niet? Ja, het is het grootste evenement ter wereld. En dat doet u wel mee voor de 25e keer? Ja. Hallo. Nou, voor de 25e keer. Ik hoop dat Helma hem uit gaat lopen. Ik wens je heel veel succes, Helma. En het begint hier aardig vol te lopen op de wedren. Het wordt steeds gezelliger. Nou, dankjewel Bart. En alle respect voor die lopers. Die gaan nog dat je 25 keer gaat halen. Ik vind het zo goed. Zo, echt hè. En waar we ook even blijven, dat is op de wedren. Want daar staat Bart. Bart, goedemiddag. Ja, nog steeds live vanuit de wedren. En wij komen hier twee hele leuke dames tegen. Die zitten hier tegen een boom aan. En ik ga er gewoon even gezellig bij zitten. Want dames, jullie hebben net het startbewijs ook in ontvangst mogen nemen. Ja, klopt. Hoeveel kilometer lopen jullie? 40. 40? Ja, kijk, 40. En moeder en dochter, hè? Ja, klopt. De eerste keer dat jullie samen lopen? Ja. Hey, en vind je het wel leuk om met je moeder samen de Vierdaagse te lopen? Ja, voor mij is het de eerste keer voor mijn moeder de
De achtste keer al. Dus ja. Eigenlijk wordt nu dochter geleerd hoe ze de Vierdaagse moet gaan lopen. Coachen, zeg maar. Ja, ja. En wat is nou uw unieke geheim om de Vierdaagse uit te lopen? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Goed eten, goed slapen en vooral genieten, denk ik. En goede schoenen, dat is ook wel heel belangrijk. Ja. U heeft al wat ervaring natuurlijk. Echt geen regen? Nee, natuurlijk. Nee. Als het goed is, krijgen we ook heel mooi weer. De zwaarste dag. Welke dag ervaart u als de allerzwaarste? Dinsdag. Morgen dus, de eerste dag. En waar ligt dat dan? Weet niet, dan heb ik niet zo goed geslapen. Dan heb je spanning en dan heb je voor mijn gevoel te kort geslapen. Dan duurt de dag heel lang. Dat is mijn zwaarste dag, ja. En na dinsdag is het fluitje van een cent. Ja, echt met 2 vingers in mijn neus. Ja. Nou, ik hoop dat het voor jou ook zo wordt. Ik hoop het ook, ja. Hey, maakt dit nou de band tussen moeder en dochter ook sterker dat je samen de Vierdaagse gaat lopen? Nou, als je vrijdag ons terug even gaat interviewen, dan ga ik het je melden. Maar ik denk het wel. Hebben jullie samen ook getraind hiervoor? Ja, maar dat was niet altijd zo heel erg leuk. Nee? Toch een beetje moeder-dochter ruzietjes onder elkaar? Of, Ja, soms. Het is best pittig. Het is wel 4 dagen 40 kilometer. En mijn kinderen denken daar best wel heel, heel erg makkelijk over. En vorig jaar heb ik mijn zoon meegenomen, die is jonger, die was toen 12. En op tv zie je hem allemaal leuke mensen, allemaal gezellig. En die had echt het idee dat 40 kilometer lang, dat je hele gezellige, leuke mensen tegenkomt. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Nee, want je hebt ook saaie, rustige stukken tussen zitten natuurlijk. Saaie stukken, en dat viel mijn zoontje wel heel erg tegen. Maar wel gehaald, super trots op, echt doorzettingsvermogen. En deze heeft dat ook. Dus joh, dat gaat helemaal fluitje van de cent worden vrijdag. Ja, nu lacht ze nog, maar... Zometeen denk ik niet meer. Ja. Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Ja, en misschien dat we jullie vrijdag nog zien bij de intocht op Sint-Annestraat. Ja, lopen we dan niet meer samen, dan weet je genoeg. Nou, hebben we wel weer een leuk item. Nou. Ja, dat wel, maar dat gaat helemaal goed komen. Ja, toch? Nou, wij gaan nog even verder hier op de wedren. Nou, je hebt mensen genoeg. Ja, nou, tot zo. Nou, dankjewel Bart. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Kijk, als je dan met je vader of met je moeder gaat lopen, je bent wel op elkaar aangewezen. Dat is wel gaaf natuurlijk. En dat is dan helemaal leuk als je dan die mensen dan later in de week nog een keer ziet en dan gewoon vraagt hoe het gaat. Dat is, nou goed, eens kijken of onze verslaggevers dat allemaal gaan doen. Ik denk dat het goed komt. Zometeen meer vanaf de wedren. De Vierde Bart, goedemiddag. Ja, nog steeds live vanuit de wedren. We staan hier bij het startbewijs ophalen van de 40 kilometer. En we gaan eens even kijken of dat we iemand kunnen vragen hoe het hier gaat. Even kijken. Ja, het blijft druk hier. Het wordt ook steeds drukker op de wedren zelf. Even kijken. Ja, deze twee dames. Hallo dames. Hallo. Hallo. Jullie zijn bijna aan de beurt voor het, om een startbewijs op te halen. En is het de eerste keer dat jullie meelopen? Tweede keer. Ook de tweede keer samen? Nee, de eerste keer samen. Ik heb al een keer eerder, toen ik 17 was, de 40 kilometer gelopen. En ik was toen 12, toen heb ik de 30 gelopen. En nu hebben jullie besloten om het samen te gaan doen? Ja. Kijk, het wordt overhandigd, het wordt gecontroleerd op dit moment. Ja. Is alles in orde, mevrouw? Ja, ik geloof wel. Ze zijn al gecontroleerd, hè? Ze zijn al gecontroleerd? Ja. Mag ik ga je even een armbandje omdoen. Wil je even een vinger ertussen leggen nog? Kijk, het bandje wordt omgedaan. En dat is het officiële bandje, mevrouw. Die blijft ook de hele Vierdaagse om, hè? Nee, in bed, onder de douche, altijd omhouden. Sterke bandjes dus. Ik krijg nog een controlekaartje voor de eerste dag. Ja, helemaal goed. Hebben jullie al een beetje getraind of is het gewoon een beetje, gaan we random de Vierdaagse lopen? Nee, we hebben al wel wat getraind. Ja. Ook samen? Ja, ook samen. En geen ruzie gehad onderweg? Nee, totaal niet. Vriendinnen voor het leven? Ja. Nou. Familie, ja. Nee. Nou, wij wensen jullie in ieder geval heel veel succes met de Vierdaagse. En misschien dat jullie een keer tegenkomen dat ik vrijdag bij de intocht. Ja, dankjewel. Dank je. Nou, je ziet het blijft vol lopen hier bij de Vierdaagse, of bij de ophalen van de startbewijzen. We komen straks nog een keer terug. Anja, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, twee dames even gespot voor vandaag. Maar, hoeveel kilometer gaan jullie lopen? 40. Zijn jullie familie van elkaar, vriendinnen? Soms denken ze dat we zussen zijn, maar we zijn hele goede vriendinnen. En hoe is de voorbereiding geweest op de Vierdaagse? Ja, goed. Lekker wandelen. Veel getraind? Ook een paar keer 40 getraind, ja.
En komen jullie hier uit de buurt? Nee, uit Hillegom en Haarlem. En hebben jullie daar dan verschillende marsen gelopen? We hebben de laatste keer 2 dagen van Amersfoort, 40 kilometer. Dus dat is onze voorbereiding. En hielden de voetjes het een beetje? Ja, denk het wel. Dus geen last van blaren gehad? Gaat goed komen. En ik weet niet of ik het al gevraagd had hoor, maar anders excuus. Maar was dit de eerste keer dat jullie liepen? Nee, voor mij de 7e keer. Wow. Voor mij de 2e keer. Oh, dan ben je geroutineerd. Ja. En als tweede, met 2e keer ook, toch? Ja, dus hier ging goed. Dus. We weten wat ons te wachten staat. En qua eten, goed voorbereid? Tuurlijk, gewoon lekker eten. En nog een alcoholische versnapering tussendoor, of is dat... Daar doen we het toch voor uiteindelijk. Biertje na afloop. Heel veel succes. En morgen vroeg op, hè? Ja, hoort erbij. Logeren jullie hier in de buurt? Ik logeer in Renkum. En ik sta op de camping, 4-daagse camping. Dat is leuk, hè? Ja, heel leuk. Veel succes. Bedankt. Doei. Dankjewel, Anja. En dan gaan we gelijk door naar Bart, want die staat een eentje verderop. Ja, nog steeds vanaf de wedren. Het begint hier echt een complete gekhuis te worden. Het wordt hartstikke druk. En ik zit hier, of ik kom eigenlijk Vera en René tegen. En René, jij gaat de Vierdaagse lopen, geloof ik. Ja, klopt. Ik loop hem voor de 10e keer dit jaar. Dus krijg ik een mooie medaille. En jij niet? Nee, ik heb hem afgelopen 2 jaar wel gelopen, maar dit jaar kon ik niet helaas. Maar ik had hem wel heel graag willen lopen, maar ja, ik kon gewoon echt niet. Maar nu ik hier ben, vind ik het wel heel jammer, want het is zo gezellig hier altijd. Volgend jaar ben je er sowieso bij? Ja, volgend jaar ben ik er zeker bij, denk ik wel. Ja. Hey, en je had een speciale tas bij, zag ik. Ja. Wat, leg eens uit. Ik loop voor het goede doel Ruby and Rose. En dat, eigenlijk liep ik nooit voor een goed doel. Maar vorig jaar was door een ziek familielid had ik in één keer een heel erg goede aanleiding om het toch een keer te doen. En toen heb ik heel veel geld ingezameld. En toen dacht ik, doe het dit jaar weer. En ik kreeg een goodiebag met allemaal dingetjes. Maar ja, dus je kunt me sponsoren op Ruby and Rose. Er is de sponsorsite van de Vierdaagse. Vierdaagse sponsor of zoiets heet het. En Loes en René heten wij. En ik loop samen met mijn zus. En dan kun je ons sponsoren. Hey, dus voor jou een beetje een Vierdaagse met een dubbele betekenis? Ja, absoluut. Ja, want vorig jaar toen liepen we om geld in te zamelen voor het onderzoek. En onze nicht die is dit jaar overleden, dus nu lopen we meer in haar nagedachtenis. Dus dat is wel, bijzonder soort van. En even voor de mensen die niet weten wat Ruby and Rose is, dat is een... Het is een stichting die geld inzamelt voor, moet ik het zo goed zeggen, voor eigenlijk vrouwenkankers. Dus gynaecologische kanker. Ja. Ja, dus inderdaad een dubbele betekenis voor jou dit jaar met de Vierdaagse. Ja, absoluut. Absoluut. Maar ja, nou ja, was vorige zomer. We lopen in haar nagedachtenis en we proberen geld op te halen, maar we gaan er ook gewoon van genieten hoor, van het wandelen. Ja, ja, absoluut. Ja, ik vind het een goed initiatief. Wat is jouw geheim om de Vierdaagse uit te lopen? Het geheim is eigenlijk vooral, of stoppen is geen optie. En het hele jaar door gewoon wandelen. Gewoon als je van wandelen houdt, 's avonds graag naar de stad wandelt, ook al zeg maar een uurtje, dan ben je wel fit genoeg om de Vierdaagse te wandelen. Vorig jaar veel last gehad van blaren of medische problemen? Nee, wel van mijn enkel. Dus ik heb dit jaar andere schoenen gekocht met meer support voor mijn enkel. Ik had altijd heel lage schoenen, maar nu heb ik iets wat mijn enkels meer support. Dus ik ben benieuwd of dat gaat helpen. Dus de Vierdaagse op Crocs lopen, dat is geen verstandig iets? Nee, maar ik heb wel voor het eerst echt een heel fashionable outfit aan. Normaal zie ik er echt uit als een soort bergbeklimmer als ik de Vierdaagse. Maar nou, dit jaar heb ik het echt goed voor elkaar qua fashion. Ja, wat heb je aan dan? Ik heb een heel leuk rood sportpakje met, een heel leuk rood sportpakje. Oh, dus we kan je vrijdag wel zien op het moment dat je binnenkomt. We weten precies dat jij het bent dan. Ja, en ik ga wel zwaaien. Je gaat zwaaien naar ons? Als ik jullie zie, ga ik zwaaien. Oké, nou helemaal top. Als we jou zien, dan gaan we je zeker nog even voor de camera halen. Nou ja, je ziet het. Het is hartstikke druk hier op de wedren. En we komen zo nog even bij jullie terug. Op de wedren is het inmiddels razend druk, want iedereen die gaat zijn startbewijs ophalen. En tussen iedereen daar loopt Anja. Anja, goedemiddag. Goedemiddag, ik sta hier bij een heel groepje, 5 man. En wat zijn jullie van elkaar? Kennissen, schoolzusten, verder de buurt allemaal. Ja, kennissen uit hetzelfde dorp. En waar komen jullie vandaan? Uit Dichteren bij Doetinchem. Zo, dat is een eindje hier vandaan. Dus jullie gaan niet iedere dag op en neer?
Nee, we gaan niet iedere dag op en neer. We blijven in Nijmegen slapen. En waar slapen jullie dan? In de Bottendaal. Dat is dan bij een gastgezin, zeg maar? Nee, dat is een sporthal. Oké. En hoe bevalt dat? Ja, dat weet je nog niet. Want vannacht hebben jullie er al geslapen. Dat doen we al jaren. We zijn al jaren op dat complex daar. Het is een beetje schoolreisjesachtig dan, ja, of niet? Ja. Zoals vroeger op schoolkap ging, dan slapen we nu ook weer op stressbedjes of luchtbedjes. Of... Ja, en hoeveel mensen slapen er dan in zo'n hal? 100 mensen. Ja. En het is heel all-inclusief met ontbijt, lunch? All-inclusive noemen wij dat. Ja. Als jullie morgen dan gaan wandelen, dan krijg je ook een lunchpakketje mee. Ja, mag je zelf maken. Mag je zelf maken en dan hebben we het ontbijt daar. Hoe laat gaat de wekker morgen? 4:30. Heb ik dat goed? Ja, 4:30. Want jullie starten om... We hebben een vroege start. En dan starten we om 4:45, hè? Ja. En dan de dag erop heb je weer een latere start, hè? Ja. Zijn jullie goed voorbereid? Redelijk. Ja, redelijk. Ja, ik wel. Ik ga ervoor. De anderen niet. Maar jullie lopen al vaker, of niet? Ja. Ik loop de 20ste keer. Wij lopen vaker. Dus. 10e keer. 17e keer. 17e keer. 8e keer. 5e keer. Zo, knap hoor. Van alles in aanbieding. Ja. 11e keer. Oh, 11e keer. En moeten jullie, omdat jullie zo geroutineerd zijn, moeten jullie dan nog veel oefenen? Nee, wij oefenen bijna helemaal niks. Alleen de Achterhoeks Vierdaagse lopen wij. Oh ja. Dat doen we nog wel, dat is 20 kilometer. 4 dagen dus, dat is alles wat we oefenen. Nou, vind ik toch wel heel knap. Ja? Ja, ik train wel. Ik vind het ook heerlijk om te trainen, maar ik doe dat wel, ja. Ja. Nou, dan wensen jullie heel veel succes. Ja, nou, dat gaat wel lukken, denk ik, hè? Ja. Met een biertje erbij, lukt altijd, Jans. Niet te veel, hè? Ja. Maar het weer blijft ook goed. Het scheelt. Ja, van mij mag dit weer blijven. Dat is prima zo. Ja, heerlijk. Nee. Ja, fijn. Okay. Zet hem op. Ja, bedankt. Doeg. Anja was dat vanaf de wedren. Ja, eerste keer, 11e keer, 3e keer, 13e keer. Oh, al die getallen, jongens, ze vliegen je om je oren. En een eindje verderop, daar staat Bart. Ja, we staan nog steeds live op de wedren. En we zijn een nog wel opmerkelijk standje tegengekomen waar je namelijk een blarenpas kunt halen. Nou, ik heb echt geen idee wat het voor... We kunnen misschien even vragen. Meneer, mag ik u eens vragen? U staat in de rij voor een blarenpas. Ja, zeker weten. Kunt u me uitleggen wat een blarenpas precies is? Het is een kaartje voor de bus om 's ochtends vroeg naar de start te komen. Oh echt? Het heeft helemaal niks te maken met blaren op uw voeten? Voor mij persoonlijk niet. Ik heb eigenlijk nooit last van blaren. Dus ja. Is dit de eerste keer dat u meeloopt? Nee meneer, het is pas de 20ste keer. Pas de 20ste keer, zegt meneer heel bescheiden. Zeker, ja. En wat is uw geheim om de Vierdaagse al 20 keer uit te lopen? In beweging blijven. Eigenlijk het hele jaar door. Ja. Dus eigenlijk, ja, zegt u, ja, als je het hele jaar door in beweging blijft, dat je eigenlijk al de helft gewonnen hebt van de training. Zeker. En zo kom je, ja, ik hou het een beetje bij, zo kom je dan eigenlijk gemakkelijk als je het hele jaar door uitspreidt op 1500 kilometer per jaar. Oké. Okay. Vierdaagse slechts een ijsje. Een eitje. Hey, en wat is voor u de meest leuke dag of de meest zware dag? De meest zware is toch morgen. Want dan is iedereen nog een beetje stijfjes, iedereen toch vroeg opstaan. Dus dat is een beetje lastig. En het makkelijkste is de donderdag. Dat is Zevenheuvelen, dat is een welkome afwisseling ten opzichte van al dat vlakke terrein. Ja. Ik heb ook al vaak gehoord dat de donderdag juist een zware dag is met de Zevenheuvelenweg. Maar voor u is dat appeltje eitje. Ja, inderdaad. Ik vind het een welkome afwisseling. Ik noem ze ook altijd de zeven molshopen. Dus het telt bijna niks voor. Ja, echt bergen en heuvelen hebben we natuurlijk niet in Nederland. Hè? Nee, inderdaad. Het zijn maar molshopen. Hey, en dan op naar de vrijdag. Ja, zeker. Dan gaan we ook wel weer redden hoor. Je hoeft geen medelijden met me. Oh, dat heb ik absoluut ook niet. Maar ik ga u in ieder geval heel veel succes wensen voor de 20ste keer. En misschien doen we elkaar vrijdag een keer tegenkomen in de intocht. Is goed hoor. Dankjewel. En tot ziens. Ja. Nou, we weten in ieder geval waar de blarenpas voor is. Het is niet voor de blaren, maar eigenlijk gewoon voor de bus. Heen- en terugreis. Ja. Dus wij gaan nog even kijken of we iets unieks kunnen bedenken hier. Nou, dankjewel Bart. Kijk, dan weten we dat ook weer. Kijk, zo krijgen we ook nog een beetje les, hè, zo tussendoor. En de zeven molshopen. Kijk, die variant, die hadden we niet gehoord. Maar ik vind hem goed hoor. Ik heb hem zelf ook een keer gelopen. De zeven heuvelen. Weet je, het valt allemaal best wel mee, jongens. Maar ik snap, na 3 dagen lopen, dan is dat nog best wel zwaar. Nou goed, zometeen meer vanaf de wedrennen. Nu Shawn Mendes. Ja, wij staan hier tussen de diehards die de Vierdaagse gaan lopen. Namelijk de 50 kilometer lopers. Nou is het hier niet alleen gezellig en sfeervol, maar nu ruikt het hier ook heel lekker. En ik denk dat ik al gevonden heb wat het is. We gaan dus heel even kijken wat hier nou zo lekker ruikt. Dit handgesneden friet staat hier.
En dames, mogen we jullie iets vragen? Ja hoor. We zijn live op televisie. Oh. Jullie hebben al ingecheckt? Jullie hebben al start... Ja, hebben we net gedaan. En toen dacht je van nou gaan we lekker patatje halen. Nou inderdaad, jij wilde eigenlijk een broodje, maar we konden even niks vinden. Dus dachten nou dan maar friet. Is dat wel verstandig zo voor de Vierdaagse? Ja, jawel. Morgen hoeven we pas te lopen, nu nog niet toch? Oh, dus vandaag mag je nog een dagje zonder. Ja, zeker. Wat heb je besteld? 2 frietjes met mayo. Handgesneden friet zie ik. Oh, heerlijk. Ja. Heeft u al veel frietjes verkocht zo aan wandelaars? Ja, we hebben er best wel veel verkocht. Ik kom nu wel een beetje op gang. Dus, En u snijdt ze allemaal handmatig? Ja, dat gebeurt daar zo. Snijden ze allemaal kijk, eentje. Is dat nou ook gezonder dan de normale friet die we kennen? Is het gezonder? Nou, het is lekkerder. Vooral lekkerder. Vooral lekkerder. Nou, dan denk ik dat wij ze ook maar een patatje gaan halen. En we gaan eens even kijken wat er nog meer te doen is hier bij de 50 kilometer wandelaars. Dankjewel Bart. Ik denk dat ik zo meteen ook even naar de wedren kom om een handgesneden frietje te halen. Oh man, dat lijkt me zo lekker. Helemaal prima jongens. Goed, straks meer vanaf de wedren en het regionieuws hoor je ook zo. Wij zijn nog steeds bij de 50 kilometer wandelaars op de wedren. En wij staan hier langs Wouter. Klopt? Ja, dat klopt. Hey Wouter, en het is voor jou niet de eerste keer geloof ik hè, dat je gaat lopen? Nee, voor mij wordt het de derde keer. De derde keer. Hey Wouter, wie heb je allemaal bij? Ik heb hier naast mijn vriendin, dat is Marloes. En dat is mijn broertje, dat is Wilco. En daar is mijn zusje, dat is Elisa. Kijk, en hun lopen gaan allemaal voor dit de eerste keer. Ja, nee. Marloes gaat voor het eerst. Wilco ook voor de derde keer. En Elisa ook voor de eerste keer. Okay. Hey Marloes, heb je al een beetje getraind? Nou, één keer. Eén dag. Je hebt één dag getraind? Ja, klopt. En toen dacht je van nou, dat is eigenlijk wel voldoende om 4 dagen uit te lopen. Ja, we gingen spontaan verhuizen, dus er was geen tijd meer. Dus ik dacht, nou we gaan wel zien hoe ik het ervan afbreng. Maar je loopt ook de 50 kilometer dan? Ja. Met 1 dag trainen? Ja. Nou, denk je dat ze het gaat redden? Want jij hebt wel vaker gelopen natuurlijk. Ja, ook nooit getraind, dus gaat lukken. Jullie hebben allemaal nog helemaal niet getraind? Eén keer. Jij hebt ook 1 dag getraind? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ja. Hey, wat is jouw geheim dan om zonder te trainen en toch die Vierdaagse uit te lopen? Ja, elke stap is 1, dus gewoon blijven lopen. Je komt ervan. Ja. De wet van de zwaartekracht. Ja. Hey, ik wens jullie heel veel succes. En wij gaan jullie zeker nog volgen tijdens vrijdag, tijdens de intocht. Ja, leuk. Nou, succes. Nou, je ziet het. Ook zonder trainen schijn je de 50 kilometer makkelijk te kunnen lopen volgens Wouter. Ik ben benieuwd, dus we gaan het zien vrijdag. Ik ben er heel erg bang voor, Bart. 50 kilometer en dan 1 dag trainen en dan 4x50. Ik weet het niet hoor. Nou goed, we gaan het afwachten. We kijken of ze vrijdag binnen gaan komen. Goed, en een stukje verderop, daar staat Anja. Ja, ik zal je benamen die wel getraind hebben. En die lopen ook 50 kilometer. En hoe is dat trainingsprogramma een beetje verlopen? Ik denk verschillend, want ik ben hier dus met 3 schoonzussen. Ik ben de koude kant, maar... Ze kijken wel heel warm naar jou. Ja, zeker. Maar, dus die hebben een beetje meegetrokken om ook eens een keer mee te doen. Dus, is het de eerste keer? Ja, is het de eerste keer voor en dan mij. Meteen 50? Ja. Nou, dat vind ik wel heel knap hoor. Ja, we gaan het zien. Ja. Dus, ja. En voor jullie, jullie hebben al vaker gelopen? Nee, het is mijn eerste keer al. Eerste keer? Maar mijn zussen die hebben mij eigenlijk er naartoe gesleept. Dames. En wat is de motivatie om het te doen? Nou, wij houden van wandelen. Dat is al een eerste vereiste. En het is hier gewoon, de sfeer hier is gewoon magnifiek. Dus daar houden we van. En jullie komen hier niet uit de omgeving? Nee. Nee, ik kom uit Posterenk bij Willep. En Utrecht en zelfs Zeeuws-Vlaanderen ook nog. Ja. En logeren jullie op de Vierdaagse camping? Of, Nee, we slapen in Lent en daar slapen we al 9 jaar bij particulieren. En van Hans en Henny en heel leuk stijl. En die verzorgen ons helemaal top. Dus we hebben niks te klagen. En het trainen, hebben jullie dan mars hebben jullie in de buurt gelopen? Ja, we... Met name wandelen wij georganiseerde tochten. Dat is ook heel makkelijk, hè? Want dan hoef je geen rekening te houden van om ergens koffie te gaan drinken. Dat is allemaal geregeld. Dus met name georganiseerde wandelingen, ja. Nog een favoriete dag ertussen? Deze week? Nou, ik vind alle dagen leuk. En we maken er gewoon een feestje van. Ja.
Nou, ik denk dat het wel gaat lukken met z'n vieren toch. Wel spannend, ja, hè? Zo voor de eerste keer. Ja. Slepen ze wel mee hoor, de twee dames. Dus dat komt helemaal goed. En in de voorbereiding geen last gehad van blessures? Nou, ik ben vanmorgen nog bij de fysio geweest. Om het los te maken, Een klein beetje last van mijn kuit, maar dat komt allemaal goed. Op de wedren natuurlijk in Nijmegen. Het centrum, hardkloppende centrum van Nijmegen. En natuurlijk staan onze verslaggevers vanmiddag weer overal paraat. Kom je ze tegen, spreek ze aan. En ja, misschien heb je wel een mooie verhaal. Ik heb Anja ook ergens gespot. En Anja staat ook op die wedren. Anja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik sta bij een paar hele mooie... Ja, wat is het? Roze-gele mannen. Dus ik ga hem eens even vragen. Vertel eens. Waarom deze outfit en... Ik zal het niet goed uitspreken. Luten uit Persen. Luten uit Persen. Ja, ik ben Nijmegers natuurlijk. Maar... Ja, wij zijn drie broertjes, hè? De gebroeders Luten. En we komen uit Persen. In het Drents is uit, is uit. En Persen is het dorp waar wij wonen. Persen. Ja. En die twee andere heren? Ja, wij supporters? We komen ook uit Persen, maar bij outfits is minder opvalt. Maar jullie lopen wel? Ja. 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 Met de Drentse vlag. Met de Drentse vlag? Ja, we lopen altijd met de Drentse vlag om toch de provincie te promoten. En een tweede vlag waar we een groot Persen op staat. Dus ja, nu 13e keer voor ons. Wat is er zo mooi aan Persen? Ja, het is een heel actief dorp, hè? Jongens, toch? Ja, altijd, heerlijk, altijd een feestje. Alles te doen. Geweldig. Ja. Oké. Okay. En 50 kilometer zo te zien? Dat was wel de bedoeling, dat hopen wij. En jij liep voor de 13e keer, maar jullie alle en jij? Nee, de eerste keer officieel. Oh, officieel. Dus ja. je hebt wel eens illegaal meegelopen? Nee. Ik heb, vorig jaar moest ik vanwege familieomstandigheden afhaken. Dus, maar dit jaar gaan we er weer voor. En goed getraind? Ik stel een hele rare vraag. Nee, geen één keer. Echt niet? Geen van allen? Alleen ik. Ja, alleen, ja. Dus jij bent de enige verstandige van dit gezelschap. Ja. Zo kun je het wel tenminste zeggen, ja. Zo te zien wel. Ja, maar het gaat wel lukken, denk je? Tuurlijk. Ongetraind. Karakter, vorig jaar heb ik hem ook uitgelopen. Zonder... Geen blessures? Nee, op de slippers. Nee, je liegt. Je liegt. Nee, de laatste dag loop ik op slippers, de vierde dag. Ja, serieus. De hele 50 kilometer? Ja, ik denk de laatste 30 kilometer. Ja. Ja, vind ik toch wakker. Vind ik toch wel een prestatie, eerlijk gezegd. Maar ik zie wel dat het een heel gezellig clubje is. Dat, zeker. Dat wordt wel wat. Nou, veel succes. Dank je wel. Ja? Oké. Okay. En daar gaat het om, hè. Gezelligheid natuurlijk en op slippers lopen. Het lijkt me niet altijd wat. Op de wedren zie ik ook Bart staan. Bart, hoe is het daar bij jou? Ja, hier gaat het helemaal super. Niet alleen bij Anja wordt er gepromoot, maar ook hier wordt er gepromoot, want deze moeder wilde haar dochters promoten, geloof ik. Ja, dat klopt. Ik wou mijn drie dochters promoten. De twee jongsten hebben vorig jaar samengelopen en de oudste, die had gefeest, heeft doet dit jaar ook mee. Ik loop zelf voor de 12e keer. Opa, het komt er zo aan, loopt voor de 25e keer. Ja, dat vind ik al heel wat. En als we even naar de dochters gaan, jullie hebben ook getraind? Ja, twee keer gelopen. Ja. Je hebt twee keer gelopen? Ik heb één keer gelopen. Jullie hebben allemaal niet getraind? Nee. Maar hoeveel kilometer ga je lopen? 40. Ongetraind? Ja, het is gewoon saai om te lopen. Dus, te oefenen. En de vierdaagse is niet saai, dus dan is het niet leuk om te oefenen, zeg maar. Oké, dus eigenlijk door de gezelligheid hoop je dan de finish te halen? Precies. Gaat dat lukken? Ja. Het lukt de volgende. Ja, wel? Sowieso. Moeders, wat is het geheim om de vierdaagse zo vaak uit te lopen? Niet trainen en gewoon gaan en met je hoofd lopen. Die benen gaan vanzelf. Met je hoofd lopen? Als je weet waar je heen gaat, je weet waar, aan het einde van de dag ben je er gewoon. U deed het al voor de hoeveelste keer? 12, ongetraind, altijd 50 gedaan en 55 gedaan. Nooit last van blaren, andere mensen? Verkeerde schoenen en daarnaast altijd goed gegaan. Ja. Nou, helemaal super. Nou, je ziet het. Weer mensen die niet trainen en die de vierdaagse gewoon vlekkeloos uitlopen. Ja. Dus we zijn benieuwd naar de rest van de mensen hier. Ja, je ziet het. Het plein loopt langzamerhand helemaal vol. En ik heb hier Justice staan. En Justice gaat ook... Je moet nog een startbewijs gaan halen, hè? Ja, klopt. Hoeveel kilometer loopt Justice? Ik loop dit jaar nog de 40. Veel getraind, weinig getraind? Heel weinig getraind. Ja. En wat is weinig? 50 kilometer maximaal. Dat is inderdaad niet heel veel.
Hey, loop je hem alleen? Nee, wij lopen met een hele grote groep vanuit het jeugddorp De Glind. En die zijn er nu niet bij? Nee, die zijn nu een start bij aan het ophalen. Jij bleef even netjes wachten op ons natuurlijk. Zeker. Hey, qua schoenen, heb je daar iets voor? Ja, ik heb mijn schoenen uit Duitsland laten halen. Omdat het mijn maat niet meer verkrijgbaar was in Nederland. Heb je zo'n grote maat schoenen dan? Ja, ik heb maatje 48. Je hebt maatje 48? Ja. En dan heb je ze uit Duitsland laten overkomen, speciale wandelschoenen. Ja. Ja, het zijn eigenlijk hardloopschoenen, maar ik dacht ik gebruik ze maar daarvoor. En daar heb je 50 kilometer al op getraind? Ja. Wauw. Nou, je ziet het. Zelfs mensen met hele grote voeten die moeten zelfs schoenen gaan importeren uit Duitsland om de Vierdaagse te lopen. Hey Justus, ik wens jou heel veel succes. En misschien gaan we elkaar nog zien bij de intocht. Ja, hopelijk wel. Ja. Ja, hij is niet echt voorbereid. 50 kilometer geoefend, maar hij heeft wel hele grote voeten. Dus dan kan hij heel snel binnen zijn, Bart. Dat is misschien wel weer één voordeel. Hey Anja, hoe is het bij jou? Hebben die mensen wel heel veel voorbereid? Ja, dit zijn heel, heel erg getrainde lopers. En vooral deze mevrouw hiernaast. Want die heeft vorige week, geloof ik, nog de Apeldoorn nog gelopen. Nou, dat is ook niet misselijk. En nu nou nog de Nijmeegse Vierdaagse erachteraan. Ja. En ook nog voor een heel goed doel. Ja, voor spieren, het Beatrix Fonds. Is heel belangrijk. Waarom gaat u voor dit doel lopen? Ja, wij hebben het in de familie. En er zijn heel veel mensen die het hebben. Dus het is een heel belangrijk iets. En dat wij gezond zijn en we kunnen het wel doen, hopen we dat hun ook, dat we hun daarin kunnen steunen. En u loopt daar niet alleen voor? Wat blieft? U loopt daar niet alleen voor, hè? U loopt met een groepje. Ja, we zijn met z'n zessen. We zijn met z'n zessen die daar voor dat doel lopen. En we hopen dat volgend jaar dat er meer ook voor dat doel lopen. Want er zijn heel veel mensen die ermee te maken hebben. Nou, heel mooi dat u dat doet. Hè? Nou, en dat er zo de aandacht op gevestigd wordt. En dan hebben we hier nog een opa met een kleinzoon. Dat is ook altijd heel bijzonder, hè? Ja. Ik heb dit jaar mijn kleinzoon, die probeer ik dan te stimuleren, mijn kleinkinderen. En ik loop nu zelf voor de 9e keer. En ja, goed, Christy die wilde graag wel een keer mee. Dus we zijn gaan oefenen en we gaan het dit jaar proberen. Heb je er zin in, Chris? Ja. Heb je goed geoefend? Jawel. En hoeveel kilometer hebben jullie zo'n beetje in de benen zitten voordat je aan dit grote festijn gaat beginnen? Nu een 150, denk ik. Een 150 kilometer. Kijk, ik ben getraind en hij is jong. Ja, dat scheelt, ja. En jullie lopen een beetje hetzelfde tempo, want dat is ook altijd belangrijk, hè? Ja, we lopen hetzelfde tempo, kunnen goed samen lopen. En dat vind ik zelf helemaal makkelijk om met anderen te lopen. Dus of nou met Agnes meelopen of met Chris, dat maakt niet uit. Dus voor u de 9e keer, voor jou de 1e keer. Ja. Misschien, je hoort ook wel eens mensen zeggen nooit meer. Maar voor hetzelfde geld ga je iedere jaar nu met je opa mee, of niet? Ja, misschien wel. Nou, hartstikke leuk. Wij wensen jullie heel veel succes. Ja, dankjewel. Jullie ook. En volgens mij gaat dat wel lukken. Hè? Ja, prima, dank jullie wel. Welkom bij RS7 tijdens de week van de Wandelvierdaagse in Nijmegen, editie 103. We hebben nog ruim 2 uur om de startbewijzen op te halen. En Anja, de volgende mensen die jij bij je hebt staan, die hebben inmiddels de kaarten ook al opgehaald, denk ik, hè? De startbewijzen. Ja, u heeft de startbewijs al opgehaald, hè? Ik heb het net opgehaald. Moest u lang wachten? Nee, dat viel. Het was goed geregeld. Deze keer. Oh, want het is wel eens anders geweest? Nee. Nou ja, voor mijn idee hebben we wel eens uren in de rij staan hier. Vast even voor het bier, dat kan ook. Dat is ook heel belangrijk, hè? U loopt voor de hoeveelste keer? Voor de 4e keer. En altijd probleemloos uitgelopen, die 4 keren? Wij hebben nu de 30. Ja. Dus we hebben ook 2 keer de 40 gelopen en dan was het iets moeilijker. Toen hadden we ook niet zoveel getraind, maar dit jaar hebben we wel echt goed getraind, vinden we zelf. Want u heeft hem al wat vaker gelopen? Ja. Dit is de 6e keer. En ik ben eerder begonnen voor de Stichting Spier. Daar hebben we net ook iemand over gesproken, ja. Oh, wie weet lopen we daar ook weer dit jaar mee samen. Wij hebben elkaar hier daardoor gevonden. En ieder jaar als we lopen, lopen we met elkaar. We zijn nu nog met 6 over. Ja. Zijn er al wel weer wat afgevallen, maar het is toch wel heel leuk. Alleen een wandelgroepje voor de Vierdaagse. Een speciale reden dat u voor dit goede doel loopt? Ja, omdat een van ons, haar familie, die hebben inderdaad te maken met de spierziekte. Wat nogal heftig is, ja.
zeker. En u zegt, u loopt al voor de zesde keer. Dus u heeft uw man enthousiast gemaakt om mee te lopen? Ja, of heeft u hem een beetje gedwongen? Altijd nog? Nee. Nee, vindt u zelf leuk, toch? Ja, ik vind het zelf ook heel leuk. Dus wel, door uw vrouw bent u mee gaan lopen? Ja, dat denk ik wel. En omdat ik meer tijd had. Ja, dat scheelt dus ook. Als je stopt met werken, dan krijg je wel iets meer tijd. En dan moet je dingen gaan doen die je leuk vindt. Ja, want trainen, tenminste als je een beetje goed wilt trainen, moet je daar toch tijd voor uittrekken. Nee, dat is echt heel erg. Dat is wel heel gezellig om te doen, toch? Ja. Ja. Altijd denk ik van, oh, al die drukte en dat soort dingen. Maar het is hier altijd zo, zo positief enthousiast. Dat is altijd wel, je wordt er helemaal blij van. Dus, en ook goed voorbereid met schoeisel, sokken, ondergoed. Ja, tuurlijk, dat is wel echt nodig. Dat moet je wel goed doen, anders dan is het niet leuk. En je hoort ook mensen die ongetraind lopen, maar dat is nee, wel... Nee, maar als je dan 25 bent, dan kan dat nog wel. Maar niet... Dat is ook vooral leuk. Dus wij kennen onze hele omgeving nu toch veel beter. Omdat je 30, 40 kilometer altijd liep. Ja. Dus dat is leuk om dat te doen thuis. Nou, wensen we jullie heel veel succes. En ook zeker ook voor het goede doel. Dankjewel, dat gaan we doen. Ja, goede schoenen zijn natuurlijk zeker wel van belang. Is dat bij jou ook zo, Bart? Goede schoenen, hebben ze dat ook, die wandelaars die bij jou staan? Nou, we gaan het even vragen. Want we hebben hier Pascal staan en Kobi. En Pascal, de vraag is, heb je goede schoenen aan voor de Vierdaagse? Nou, vandaag nog niet. Die staan natuurlijk nog thuis. Ja. En thuis is in Eindhoven, hoorde ik, hè? Ja, thuis is in Eindhoven, maar de schoenen staan nu in Nijmegen. Ja, dat klopt. Oh, de schoenen heb je al in Nijmegen staan? Ja, die staan al in Nijmegen. Hé, jij vertelde me net, je ging je al klaarmaken voor de vierde dag of zo, hè? Ja, kijk. De vierde dag moeten we feestelijk aankomen. Dus we zijn begonnen met zo'n leuk diadeempje. We sprokkelen er nog wat bij gedurende de weg, denk ik. Oké, dus we weten niet hoe je er totaal eruit komt te zien. Geen idee, weet ik zelf ook niet. Wat mensen je aanbieden, lijkt me hartstikke leuk. Dus alles wat je aangeboden wordt, dat trek je aan en doe je aan? Ja, waarom niet? Nou, heel bijzonder dit. En dus is het de eerste keer dat jullie samen lopen? Ja, eerste keer dat we samen lopen. Ja. Ook de eerste keer dat je überhaupt loopt? Ook de eerste keer dat we überhaupt lopen. Ja? Ja. Nou, waanzinnig. Heb je veel getraind? We hebben best wel wat getraind, ja. Ja. Helemaal vanuit Eindhoven hier naartoe komen lopen? Bijna. Bijna. Stukje met de trein? Nee, een stukje met de auto. Maar ik hoorde dat er nog meer Eindhovenaren zijn hier. Onder andere Johan Flemmings schijnt hier rond te lopen. Dus we gaan even op zoek naar Johan Flemmings. Momenteel staat Bart nog op de wedren. En ik zie dat Bart volgens mij staat naast een hele bekende Nederlander. Nou, dat klopt helemaal. Het zonnetje breekt hier door. En ik kom tegen niemand minder dan Johan Flemmings. En Johan, ik hoorde een heel bijzonder verhaal hebt. Ja, het is... Ik heb er echt zin in. Ik schaam me eigenlijk wel voor de afstand die ik moet gaan lopen dit keer. Want ik zou eigenlijk wel heel graag 50 willen lopen. Nu zien ze ook meteen hoe oud dat ik ben. Dus, Ja, want jij loopt de 30 dit jaar, hè? Ja, sst. Ja, nee, maar de reden is, ik heb twee gebroken knieën. En ze zitten een beetje los in mijn broek. De knieën, ze gaan ook een beetje op en neer allemaal. Dus wat dat betreft, ik heb knikkende knieën. En als je me ziet lopen, is het net of ik 6 dagen achter elkaar paard heb gereden. Maar mijn benen gaan nu de andere kant op staan. Die gaan nu als een soort... Dus ik kan er echt de voetbal tussen leggen nu. Ja. Maar Johan, begrijp ik nou goed dat jij met twee gebroken knieën de Vierdaagse gaat lopen? Ik wel. Ja. Maar als je echt iets wil, dan kan alles. Ja. Want toevallig weet ik het verhaal hierachter, want het is op een hele bijzondere manier gebeurd dat jij je knieën gebroken hebt, hè? Ja, ik was een beetje dom. Ik had voor in mijn fontein had ik allemaal ballen ingedaan bij zijn kinderen, bij zijn ballenbak. En toen was ik op die rand gaan staan. Ik dacht, spring omhoog. En zo met mijn knieën naar beneden. Ik dacht, vangen die ballen die klap op. Maar bij een kinderspeelpleis zit er een kus onder. En dus ging vol op de beton. En toen hoorde ik in één keer knak, knak. En toen had ik 4 knieën. Ja. Maar heb je doktersadvies gehad? Heeft de dokter gezegd van, Johan, loop jij lekker de Vierdaagse maar? Nee, ik had het advies om heel rustig aan te doen. Niet meer als 200 stappen per dag te doen. En zo snel mogelijk laten opereren. En heel rustig aan dus voor Johan Flemmings geen 50 kilometer, maar 30 kilometer lopen met de Vierdaagse. Ja, maar 200 is... dit is trouwens nu is 30.000 stappen is het trouwens. Dat is wat meer trouwens, ja. Ja, ik kan gewoon niet tellen, ja. Maar jij weet van geen ophouden, Johan, hè? Nee, maar weet je wat het is? Het is zo mooi en je kunt gewoon lopen op karakter. Als je echt iets wil, is alles mogelijk. En je kunt het uitlopen. Ook met gebroken knieën. Maar ik heb wel 2 beugels op mijn been, hoor. Je houdt een beetje in balans. Het is wel een beetje dat ik denk van... Maar je hebt de knieën een beetje ingepakt, zeg maar. Nee, nu nog niet. Maar morgenochtend heb ik 2 beugels op mijn been. Die houden mijn been een beetje recht. Want als je je verzwikt, dan gaat die knie elke keer draaien. En dan maak je daar niet mee. Dus dan blijft die gewoon een soort bionische benen.
Nou, Johan, ik vind het een heel bijzonder verhaal. En wij gaan je zeker nog volgen deze Vierdaagse, dat beloof ik jou. En zo zie je maar weer, zelfs met twee gebroken knieën kun je gewoon in Vierdaagse lopen schijnbaar. Nou, blijft toch heel erg bijzonder, Bart. Echt helemaal geweldig, altijd vol enthousiasme. En één ding is natuurlijk wel een feit, daar heeft Johan Vlemmings wel gelijk in. Als je je doel wilt behalen, dan moet het ook zeker gaan lukken. Ergens even tijdens de Vierdaagse van 2019.